Het was de jongst verleden donderdagavond, Thea, dat wij te huis keerden van een amabel relationeel dineetje, waarbij ik usance conform de aanjaagfunctie had vervuld, en wij thuis nog even de televisie inschakelden om wat te verwijlen bij Laat de Leeuw, omdat ik het met mevrouw Terpstra eens ben dat homo's uit de kast moeten komen en bijgevolg voorzeker uit de kijkkast. En toen zagen wij, Thea, weet je nog, een haarscherp, bijna iconografisch portret van deze jaren 90. Gaat een nieuw merk zonder prik op de markt brengen en daar wordt uitgebreid reclame over gemaakt. Ongelooflijk, hè? Dat is schande. Ongelooflijk. Zou je zo'n jongen nou durven te zoenen, denk ik dan? Dat... Ja, jawel. Het puur zintuigelijk genot dat dit tableau in mij genereerde, dank ik aan de kunstenaar Cyrano, het Groninger Museum en het onbelemmerde seksuele plezier en de vrijgevochtenheid waarvan de gehele context binnen de welke dit uitnemende kunstwerk figureerde, vibreerde. Het gebodene wekte bij Thea wat meer modeste interesse, hoewel ik gepoogd heb haar de momentane plaats van deze fotografie binnen de kunstgeschiedenis der 20e eeuw duidelijk te maken, wilde Thea naar bed. En als ik zeg naar bed, dan bedoel ik naar bed. In deze echterlijke sponde, Thea, hebben wij 34 jaar lang ons onbekommerd uitgeleefd in vleeselijke boulage. En terwijl ik ons huwelijk voor mijn geestesoog de revue liet passeren, bleven de ongemeen sterke beelden van schoonheid der gevraagde affiche op mijn netvlies dansen. En dat is het kenmerk van alle grote kunst, Thea. Het laat de beschouwer niet meer los. Toen heb ik Thea gevraagd mij oraal met haar eau de nuit te befontaineren. Maar helaas heeft zij deze urinale geste als zijnde te pervers afgewezen, waardoor ik ten eeuwige dagen verstoken zou zijn gebleven van deze ultieme genotsemotie die de totale seksuele onderwerping aan een vrouw met zich mee kan brengen. Want Thea, je weet heel goed dat ik mij jamais zou laten besproeien door een lichte kooi. En het was zulke briljante Pernand Vergelès geweest ook nog. 94. Toen ben ik met Thea tot een modus pipendi geraakt, waarbij zij heeft geaccordeerd dat zij haar humide ode aan een pootje zou bewijzen, waarvan wij het tedergele volume vanmiddag hebben overgegoten in ons plantengietertje. En ik vraag Thea nu in alle hoofsheid of zij mij dit klaterend applausje voor de volkomen feminine emancipatie zou willen toedienen. Lieve Thea. Kom maar, Thea. Ja, kom maar. Kom maar, meisje. Zo is het wel genoeg, Thea. Ik moet u bekennen dat ik een hele reeks buitengemeen erotiserende emoties ervaar. En dat ook de presentie van de camera en het publiek de vehementie van mijn libido aanzienlijk hebben verhevigd. Dankjewel, Thea. Je was geweldig. En de duvel is oud, hè? Nee, zo is het wel. Morgen weer verder.